wagen. Meneer, spreekt de politie. Laat de wapen vallen. Heeft ze een mes vast? Ja, oeh, die is zeker een mes vast. Goedendag. We gaan even dat je blijft staan. Leidend. Jammer. Alle mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD VAR en MORE. En vandaag ga ik op pad met de motor. De nieuwe politiemotor, namelijk de Yamaha. Dat staat erop, even spieken. Yamaha. Waarom kan hij niet meer lopen? Yamaha. Nog wat. Ik heb het geweten. Hier staat hij duidelijk, geloof ik. Ja, Tracer geloof ik. In ieder geval, dit is de nieuwe lichte motor van de Nederlandse politie. Ze hadden eerst altijd die BMW's. Ja, dat is nu de dit ding. In ieder geval gemaakt door team MAH, shout-out naar hun. Zoals altijd. En nu even een foto en beeld hoe die er in het echt uitziet. Dus ik denk dat jullie wel kunnen stellen dat die redelijk goed lijkt. Nou, een dingetje is dat ik geen gas geef. Heb ik de mod nou uitgezet? Zo, en er kwam een dikke prio 1 melding binnen. Elke collega vertrok met spoed, dus opeens staat hier helemaal niks meer. Of crash je mijn game? Nou, ik weet het niet meer. Wat ik wel weet, is dat ik ook wel aan de ene kant goed nieuws heb. En als jullie deze video kijken, dan heb ik het waarschijnlijk wel binnen. En ik heb hem net even besloten. In ieder geval dat ik een nieuwe videokaart ga kopen. De GeForce GTX 1060, 6 GB, zoiets. Puur voor de kwaliteit hopelijk weer wat omhoog te krijgen. Dus ik zou zeggen, ja, hopelijk als deze video online staat, zit dat ding erin en ga ik het verschil vooral merken. Daar gaat het natuurlijk om. Deze is in ieder geval als blauw aan wordt gezet, daar gaat alles meteen aan. Dus die moeten we dan even gewoon piep piep uitzetten. Maakt verder niks uit, we gaan in ieder geval de straat op. We hebben meteen een melding, we zijn ook in een heel ander gebied even. Daar waren we nodig. We krijgen een melding van overval. Dus ik ga even kijken of ik een EIP al heb. Dat is dat de uniform met een kogelwerend vest voor de motor. Ook al liggen die niet achterin bij de motoren. Die moeten ze meestal pakken van een noodhulp eenheid die dan ook ter plaatse meekomt. Ik ga gewoon even kijken of ik hem al überhaupt heb. Ik dacht dat het hier was, maar dus hier naar rechts en dan alsmaar rechtdoor en dan kom je bij een kledingwinkel uit. Dit is niet heel handig. Waarom niet? Nou, omdat ik hier voor het raam sta en ik wil hem eigenlijk nog omkleden. Maar ik weet niet zeker of ik het heb. Waarop? Kogelwerend. Motorkogelwerend, ja. Oké, we krijgen al meteen een bedreiging. Vanaf binnen. Ik zie nog geen overvaller, dat is een meneer, overvaller, oeh, zwaar wapen zo te zien. Met spoed 1 is hij steeds kant op. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Meneer, spreekt de politie, laat de wapen vallen. Dat is een roze wapen of wat? Dat vallen de wapen. Ga naar buiten met je handen omhoog. Naar buiten, of op knieën zitten, je hebt twee keuzes. Welke dagbeweging wordt er geschoten? Op knieën zitten. Stop! Police! Op knieën. Komen we binnen. En Ambu is aanrijdend. En liggen. Hij had de buit al bij zich. Komen binnen. Controleert er niet. Nog meer mensen. Ik hoef geen ambulance, pik. Oké, nou goed. Kijken of er niet nog meer mensen hier binnen zijn. Neem een brandblusser vast. Oké. Hey, luister, jij bent aangehouden. Voor een overval. Een verboden wapenbezit waarschijnlijk. Ik ben niet te onverplicht, je hebt recht op een advocaat. Ja, in ieder geval. Mijn collega. Hey, collega.
collega naar het politiebureau. Ik ga je nog even fouilleren, heb je dingen bij die je bij mag hebben? Vertel mij dat dan nu. 12.05, ik ben onderweg. Dat is gehoord. Oké, daar verder. Niks gevonden qua verboden middelen. Kleine foto en een telefoon. Het wapen hebben we natuurlijk al. Dat komt allemaal nog, want die wil ik gewoon cancelen, want het gaat blijkbaar niet. Dus dan komen jullie nu helemaal voor niks om mij te vertellen dat die geen slachtoffers zijn. Dat vind ik heel leuk voor jullie. Kijk, een breed lopen dan, hè? Loopt hij altijd zo breed? Nee, toch? Ah, wacht, collega, stop. Ik geef je even mijn kogel weer in het vest terug. Zo, alsjeblieft. Ja, maar die ambu gaat alleen maar verder van me af. Die denkt ook van, ja, waar moet ik nou heen? Die snapt het niet meer. Ik rijd trouwens met een stuur, ik weet niet of ik dat vertelt. Maar aan de ene kant is het wel handig, want dan kan ik gewoon ook rustig gas geven in plaats van of volle gas of niks. Maar het stuur is heel gevoelig. We gaan een voertuig controleren. 4, 5, young, zebra, William, 2, 6, 9, a traffic felony. Dit was hem geloof ik, hè? Nog een dubbelcheck even. Countlet, ja. Dan hebben we de eigenaar die heeft een ingevorderd rijbewijs. En als hij dus wel rijdt, dat betekent dat het strafbaar is. Stop voor staat aan. Oranje staan voor de zichtbaarheid van de medeweggebruikers. Waarom loop je nou zo breed, vriend? Goedendag. Hi. We rijden van jouw rijbewijs zien. En ik denk dat je de reden van de staanhouding ook wel weet. En het is niet de eigenaar, jammer. Of wel? Nee. Oh jawel. Nou, ik weet niet of het de eigenaar was, maar in ieder geval... je rijdt met een ingevorderd rijbewijs. Dus dat mag niet. Driving on suspended license. Oeh, dat is een dure. Dat betekent in ieder geval dat je niet verder mag rijden. En dat je auto... Ja, even... Iemand moet maar snel komen. En je auto... oppikken die wel mag rijden. Je wilt bekeuring, krijg je thuis gestuurd. En op de achterkant staat hoe je in bezwaar kunt gaan. Ik zal je auto hier even op de stoep zetten, zodat iemand in ieder geval dat verkeer wel door kan rijden. Zo. En wat er nu verder lopen of zo. Even kijken, een persoontje met een mes. Ik ga heel rustig gas geven. En heel soepel sturen. Kijk, nu vol naar links ga. Hoppa. Dan. Zeker met hoge snelheden. Kijk eens joh. Ik doe nu de stuur voor de helft zeg maar. Dat nog niet, het is voor een kwart. Suspect is ja. Female. Een vrouw met een mes loopt hier ergens rond. Wacht even af. Het zou wel eens deze mevrouw met het roze shirt kunnen zijn, maar daarachter liep er ook iemand redelijk snel. Dat is afhankelijk van de volgende locatie. Of die mevrouw daar. Ja, dat is die mevrouw daar. Dus we gaan haar hier even controleren. Heeft ze een mes vast? Ja, oeh, die is zeker een mes vast. Goedendag, graag even dat je blijft staan. Staan blijven. Staan blijven. Als dat te vallen, op je knieën gaan zitten. En liggen. Nou, liggen hoeft niet per se. Het is altijd, ik weet nooit of ze nog gaan liggen of op je knieën gaan zitten. Dus ja, ik moet iets zeggen. You're under arrest, you piece of crap. Ja, en graag een transportje voor deze jonge dame. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest.
in Puerto del Sol. En dan staat de Audi in de file. Dat is wel hoor. Wat een kast is het er ook die Wim, hè. Hoi, waar staan je? Mooie Audi, mooie Audi. Kijk maar, met een borst vooruit, helemaal trots of zo op zijn nieuwe politiemotor. Mooi man. Ik weet niet of je walk-style ook kunt aanpassen bij bij je character. Dus als je bijvoorbeeld een motorpakje hebt, dat die ook zo gaat lopen. Ik weet wel dat je walk-style kunt aanpassen, maar niet maar niet per persoon, personage zeg maar. Dus dat is de vraag. Maar goed, het is ook wel eens grappig als je zo wilt. Controle van een motor is natuurlijk ideaal als je zelf op de motor bent. Er is niks meer aan de hand. Laten we hem lekker rijden. Ja, we willen even kijken. En mijn collega die een verkeerscontrole heeft, vraag een eentje erbij. Nou, in principe best handig als je dan op de motor bent om even snel mee te rijden. Het is minder als een achtervolging wordt. Hier staan ze. Oh, die Audi kan dat ook wel alleen aan als hij er vandoor. Oh, dat is toch ook een dan snelle auto. Goedendag collega. Oh nee, die gaat van door. We have a suspect resisting arrest. Nee, niet tegen mij. Wat doe je nou? Zeg graag eentjes erbij voor achtervolging en graag de Zulu. Ik weet niet wat hij heeft gedaan. Assistance required in Puerto del Sol. Voor zover mijn collega niks nuttigs gaat doen, dan ga ik maar leiden. Jammer. Zulu vliegt erboven. Collega's komen met hoge snelheid ook erachteraan. Oh, Zulu vliegt wel heel laag. En de Vito verdwijnt. En daar is de Vito. Daar ben ik. Stoppen. You moron. Hij staat stil jongens, hij staat stil, zet hem klem, zet hem klem. Ja, vooral hem, ja zo is best goed klem gezet. Uitstappen. Ja, lekker. Goed gedaan, collega's. Ik ben aangehouden. Hier komen. Everyone ready? Open fire! Niet schieten! Oh, stop. Oh, nu zijn we dubbel aan het cuffen. Ik weet niet of dat helemaal goed gaat. Zo, die Audi is... Pet is already arrested. Yes. Een aantal spotjes deze kant. Oh, ik ga je nog fouilleren. En zo weer teruggekomen op het politiebureau waar nog steeds zo te zien iedereen weg is. Nou, rustig aan pik. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik hoop dat jullie een interessante video vonden. Ik hoop dat jullie een leuke motor of een mooie motor vonden. En ik hoop jullie graag weer te zien over een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan. Doei!